Ik vind het best wel lastig om te beseffen wat hier allemaal is gebeurd. En ik kan het me nu ook niet meer echt goed voorstellen, omdat het nu eigenlijk allemaal heel vrij is, zeg maar. Maar het is ook best wel lastig om te begrijpen dat het allemaal ook hier was, zeg maar. Dat het nu op sommige plekken in de wereld nog steeds is. Hoi, ik ben Jolze en samen met John en Isabel heb ik een stop-motion gemaakt over de vrijheid. Een stop-motion film is eigenlijk veel foto's achter elkaar plakken. En bij elke foto beweeg je de poppetjes een klein stukje naar voren, waardoor als je alle foto's aan elkaar plakt, het één groot filmpje wordt. Het is eigenlijk een klein ding waarbij toch wel heel veel betekenis, zeg maar, aan vast zit. We hebben wel heel erg veel moeten opzoeken en zo, hoe dat allemaal echt is geweest. Dus het is wel, zeg maar, gebaseerd op een waargebeurd verhaal en niet een beetje verzonnen. Vooral voor de concentratiekampen vind ik best wel heftig. Dat ze bij die stoomdouches en zo, dat vind ik echt heel heftig om te lezen en te zien. Ja, op school hebben we het wel eens met geschiedenis besproken en zo. Maar met zo'n filmpje verdiep je er eigenlijk nog wel veel meer in. De groene poppetjes zijn de Engelsen en de gele poppetjes zijn de Duitser. En de Engelsen kwamen eigenlijk in het filmpje de Nederlanders bevrijden. En dat zie je ook, de luchtaanval zit in het filmpje en van alles. En dat was veel werk, maar het is uiteindelijk wel een leuk idee geworden. Nou, dit is de uiteindelijke stop-motion geworden. Kijk, ik vind het eigenlijk best wel heftig hoe ze dat allemaal hebben meegemaakt. Ik zou dat zelf echt niet kunnen meemaken, zeg maar. Ik kan het me niet voorstellen. Ja, ik vind het persoonlijk best wel interessant allemaal. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat gewoon eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Die het eigenlijk gewoon achter zich willen laten. Maar in ieder geval in ons groepje vonden we het allemaal wel heel erg interessant. Nou, ik denk dat je er wel even met je kind bijvoorbeeld over kan praten. En kinderen krijgen het ook al best wel snel ook op school. En daar praten ze best wel veel over dan. En ik denk dat kinderen het nu ook nog best wel interessant vinden. Ook kinderen die bijvoorbeeld 3 jaar zijn, die vinden dat ook allemaal best wel... Ja, hun vinden het dan mooi wat er is gebeurd. Maar als je dan wat ouder bent, dan besef je wel dat het best wel heftig is wat er is gebeurd.